Hoi en leuk dat je kijkt naar de nieuwe juffenvlog. Het is woensdag, ik weet even niet wat de datum is. Ik ben juf in ieder geval van groep 4-5, 5 dagen per week. En vandaag neem ik jullie mee. Zoals je ziet zit ik in de auto. Ik was gisteren precies dezelfde tijd weggegaan. En het is vandaag veel drukker dan gisteren. Want het is nu 8 over en de vorige keer was ik al bijna op mijn werk rond deze tijd. Maar goed, maakt ook verder niet uit. Wat wel leuk is, we gaan vanmiddag pepernoten bakken. Bij de Zaagtand, dat is een centrum bij ons in de buurt. En ik ga even uitleggen hoe het komt dat de schooltour nog niet online staat. Gewoon omdat jullie dat dan eventjes weten. Sinterklaas is geweest met zijn pieten. En ik heb even een deken eroverheen gelegd. Want ik vind het wel zo leuk dat als de kinderen dan binnenkomen, dat ze allemaal tegelijk kijken in het schoentje. Want anders dan, ja, dan is de een al eerder dan de ander. En dus ik dacht, ik doe er een deken overheen. Ik ga nu naar beneden. Ik ga koffie drinken met het hele team. Dat doen we eigenlijk altijd om 8:55. En dan om 8:55 gaat de deur open. En dan van 8:55 tot 8:45 is de inloop. Ik heb mijn digibord aangezet. Ik zet dan een timetimer aan. Zodat de kinderen precies weten hoe laat de deur dicht gaat. Deze ga ik nog even ophangen straks. Die had ik gisteren uitgeprint. Dit is van de extra schrijflessen van Nieuwsbegrip. En dat was echt super leuk geworden. Ze moesten dus een klus benoemen. Wat heb je nodig en de stappen. Dus op een heel andere manier schrijven. En daar is dit bijvoorbeeld uitgekomen. Hoe moet je je tanden poetsen? Hoe moet je een broodje pindakaas smeren? En ik had toevallig een filmpje daarvan gezien op Facebook. Dus die heb ik laten zien aan de kinderen. Het was wel een Engels filmpje. Maar over een vader die zijn kinderen een broodje pindakaas liet smeren. En hij nam dat telkens heel letterlijk. Dus dat, nou ja, goed. Ze vond het heel erg leuk. En ik vind het hele toffe lessen. Vanmiddag hebben we ook Nieuwsbegrip. En gisterenmiddag hebben wij een vergadering gehad. Met het hele team. En we hebben de TIAT-toetsen naast elkaar gelegd. En we hebben het erover gehad. Echt per kind. Hoe doet hij het in de klas? We hebben namelijk niet onze eigen kinderen allemaal in de klas tijdens Nieuwsbegrip. Maar wij hebben iedereen overal. Dus ze krijgen echt lessen op niveau. Omdat de niveauverschillen zo uiteenlopen. En dat duurde heel lang. We waren echt bijna 2 uur bezig gisteren. Maar goed, daar komt wel een hele nieuwe indeling uit. Waarvan we denken, ja, we kunnen weer goed vooruit met ze. Dus dat ga ik ze ook vertellen. En sommige kinderen uit groep 4 gaan ook beginnen met Nieuwsbegrip. Dus ik ben erg benieuwd hoe ze dat gaan vinden. Maar ik denk dat ze alleen maar bezig zijn met de schoentjes. En dat snap ik. Dat snap ik. Oeh. Neem een schoentje maar mee. We zijn aan het eten en we kijken ondertussen het klokhuis. Ik eet een cracker met pindakaas en banaan. Zometeen gaan we naar de Zaagtand lopen en dan gaan we pepernoten bakken. Oh ja, ik kan natuurlijk niet zeggen help me herinneren om te vertellen waarom de schooltour zo lang duurt. Maar dat moet ik wel vertellen, dus dat moet ik niet vergeten te vertellen. Kom maar eten bij ons aan en laat uw paardje maar buiten.
Zo. Oh jeetje, wat een dag. Ik ging nog even uitleggen waarom ik al heel lang niet verder kon gaan aan de schooltour. Wij hebben 2 keer per week gym. Tijdens die gymles heb ik tijd om aan dat soort taken te gaan werken. En de gymdocenten, die is ziek. Dus dat betekent, ze is nu, hoe lang is ze er nu niet, meiden? Hoe lang is juf nu al ziek van de gym? Hoeveel weken? 4 weken? Ja. Zoiets? Het is wel heel lang. Lang al. Nou, in ieder geval, ze is echt al een aantal weken, volgens mij al een maand, is ze er niet. En dat is natuurlijk heel vervelend voor haar, voor de kinderen en ook voor mij. Want normaal gesproken heb ik in die tijd... Ja hoor, heb ik tijd om dus aan dat soort taken te gaan werken. Want de schooltour maak ik niet alleen voor YouTube, maar die maak ik eigenlijk in eerste instantie voor de website van de school. Maar ja, dat valt weg. 1. Ik heb dus meer lessen die ik moet geven, omdat gym niet doorgaat. Dus ik moet meer lessen voorbereiden. De kinderen zijn meer in de klas en die beweging is gewoon wel heel belangrijk voor ze. Ik mis dus heel erg die 2 uur administratie helemaal in combinatie met de oude gesprekken van vorige week. Dus het hoopt alleen maar op. Dus ik heb gewoon nog niks kunnen doen. Ik heb de stemmen van de kinderen nodig. En ik red het nu allemaal net aan om in een gewone dag alles af te krijgen. Laat staan om dan ook nog helemaal die stemmen op te nemen en de schooltour te maken. Ik kan het natuurlijk ook wel thuis doen in mijn vrije tijd. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik ben afhankelijk van de stemmen van kinderen. En normaal, als mijn kinderen dan gym hebben, dan haal ik kinderen uit andere klassen bij mij. En dan kan ik in een hele stille klas die audio opnemen. Maar goed, ik hoop dat jullie het een beetje snappen. Vandaar dat het dus nog even duurt. Ik kan daar dus eigenlijk pas mee verder op het moment dat de gymdocent er is. En ik heb het gevoel dat ze er pas is in het nieuwe jaar. Maar goed, ik ga eerst even zitten en eten. En dan ga ik planning van het bord halen en de nieuwe planning er weer opdoen. Ik heb nog wat werkjes van nieuwsbegrip die ik ook ga ophangen bij de instructie van de kluns. En wat moet ik nog meer doen? Jij kan mij helpen, Melat. Toch? Oh, jij mag het wel wegvegen. Melat is weer bij de BSO, toch? Ja. En ze wilde me weer helpen. De vorige keer had ze ook geholpen. Zou Ida er weer zijn? Ik weet het niet. Nee, weet ik ook niet. Ik ga ook nog nakijken en de weektaak aftekenen. En dan kan jij misschien wel weer helpen met alle schriften opruimen als je dat wil, Melat. Ja. Dat scheelt in ieder geval weer tijd. Want onze onderwijsassistente is er ook de rest van de week niet. Want die moet... Volgens mij heeft ze een mini-operatie in haar mond. Dus dat... Juf Rosanne werd geopereerd, toch? Juf Rosanne? Ja. Roos? Nee, Rosanne. Die is er niet. Ja, volgens mij, er was iets met haar gebit moest aangeopereerd worden, dacht ik. Maar ik weet het nou niet meer zeker. Maar goed, die missen we dus ook. Ik ben nu al 3:50 aan het praten over dit. Maar goed, ik moest het even uitleggen. Ik ga dus in ieder geval even eten. Want ik ben echt toe aan eten. Wat zal ik gaan eten? Ik heb nog een yoghurtje. Ik ga een yoghurtje eten. Ik heb gegeten en voordat ik verder ga met dingen doen, wil ik heel even kwijt. Ik krijg echt heel vaak vragen van, zou je een keer een groepsplan willen sturen? Of zou je een keer een format willen sturen van de doelen van rekenen? Of van een staafgrafiek of weet ik het wat? En ik zou dat met liefde willen doen, alleen ik heb gewoon niet de tijd daarvoor. De tijd die ik over heb na mijn werk, ik merk gewoon dat ik op sommige mailtjes van kijkers gewoon al zo lang niet... heb gereageerd. Ik snap dat jullie die vragen hebben, maar als je zoiets voorbij ziet komen in een video, zet hem op pauze, screenshot het, maak er een foto van en maak er dan zelf wat van. Dat klinkt misschien heel suf, alleen ja, ik red het gewoon niet om dat allemaal iedere keer met iedereen te delen. En daarnaast, ik heb een Google-account. En als ik het naar een ander account dan Google wil sturen, dan kan het niet. En als ik het wel naar een Google-account stuur, dan is het volgens mij ook zo dat het aangepast kan worden. En dan moet ik telkens kopietjes maken en dat sturen. Dus nou ja, goed. Wordt hem gewoon niet. Dan weten jullie dat.
eerste dat ik altijd doe, is mijn kleding uit en mijn badjas aan. Want ik haal veel te veel van mijn badjas. Hoppatee. Heerlijk, echt waar. Ha! Ik krijg trouwens heel vaak de vraag waar mijn kettingjes vandaan komen. Deze, dat is een enkel kettingje met de C erin. En die heb ik gehad van mijn schoonmoeder. En ik weet echt oprecht niet waar ze hem vandaan heeft. Volgens mij heeft ze het wel al een keer gezegd, maar ik ben het echt vergeten. En al deze kettingjes die eronder zijn, die heb ik 2 jaar geleden of 1 jaar geleden bij de H&M gekocht. Dus die heb je ook niet meer. Dus ik denk, dan laat ik dat even weten. Maar luister, want Sven die appte mij net. Die is dus in Utrecht bij zijn ouders. En hij was van plan om wel naar huis te komen. Alleen het is zo druk op de weg vandaag. Dat is echt wel best wel opvallend. Dus hij zei dat het misschien verstandiger is dat hij gewoon bij zijn ouders eet. En of het nou wel of niet druk was op de weg, het lijkt me sowieso wel leuk dat hij daar gewoon even eet. Dus ik vind het wel een goed idee dat hij daar gaat eten. Maar toen dacht ik, ja, wij hebben nog 1 HelloFresh gerecht. En die kiezen we altijd uit, zodat we dat echt met z'n tweeën kunnen eten. Want het is veel te veel voor mij alleen en het moet in de oven. En dit is geen lekker gerecht om te bewaren. Dus ik dacht, ja, dat HelloFresh gerecht kan ik nu niet gaan eten. Maar ik heb gelukkig nog soep in de vriezer. Als ik soep maak, probeer ik altijd wat meer te maken en een restje in te vriezen. En ik heb laatst een soep gemaakt met tomaat en paprika. En ja, van alles had ik erin gegooid, gekookt in de blender. Super lekker. Dus ik denk dat ik die soep eventjes ga opwarmen. Daar heb ik eigenlijk ook wel heel erg trek in. En ik wil heel graag beginnen met een serie. Alleen het probleem bij mij met een serie is, als ik dus een serie ga kijken, dan kan ik niet meer stoppen. En ik heb die serie De 12 van, hoe heet het nou, Oldenheim of zo? Ik weet niet precies hoe die heet. Maar die lijkt mij dus echt wel heel erg interessant. Ook omdat het Nederlands gesproken is. Soms vind ik dat echt zo chill om tussendoor even te kijken. Maar aan de ene kant wil ik dus heel graag beginnen, maar ik durf het niet zo goed. Want ik kijk even hier om hem los te kunnen maken. Sorry. Maar ik durf niet zo goed te beginnen, want ik ben heel erg bang dat ik dan dus niet meer kan stoppen. En dat is een beetje het gevaar bij mij en series. Ik hou trouwens ook bij welke series ik gekeken heb. En ik heb er zoveel al gekeken dat het niet meer op die ene pagina in mijn bullet journal past. Dus eigenlijk wil ik ook nog in mijn bullet journal een nieuwe pagina maken met de series die ik heb gekeken. Ik wil nog mijn nieuwe stickers plakken in mijn planner, want ik heb nog allemaal nieuwe stickers die ik kan plakken. Dus ik heb eigenlijk weer eens tijd tekort in mijn leven. Dus die soep is een perfecte oplossing voor dit probleem. Ondertussen ga ik ook alle beelden van vandaag importeren. Waar zijn mijn sloffen? Zijn mijn sloffen hier? Ja, hier zijn mijn sloffen. Oh, en de was is ook klaar. Ik moet de was ook nog ophangen. Ik had het beddengoed weer gewassen. First things first. Voordat ik jullie eten geef, ga ik die soep eruit halen, poesjes. Kijk, hoppatee. Soep. Jullie eten. Maar goed, ik ga hier lekker rommelen thuis. Dus sluit ik hem lekker af. Ik zal misschien als ik af en toe nog wat... Nou, sowieso doe ik vaak op Insta weer heel andere dingen delen dan tijdens mijn vlog. En ik merk ook dat als ik niet vlog, dat ik soms meer op mijn Insta deel.
Maar het wisselt. Het verschilt heel erg per dag. Maar goed. Volg me op Insta als je dat niet doet. Dat vind ik wel heel erg leuk. En bedankt voor het kijken naar deze juffenvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!